Goedemorgen en welkom bij de leesles, dag 4 van thema 6. We beginnen eerst met klankenflitsen. Probeer ze eerder te zeggen dan dat ik ze zeg. Ei. Je. Au. I. Ui. Heel goed. Kan wel een beetje sneller. Ik doe niet mee, dus doe het zelf. Heel goed, we gaan woorden flitsen. Doe maar mee. Jurk. Scheef. Kous. Feest. Kou. Bout. Koek. Huis. IJs, zee. Het doel van vandaag. We kunnen woorden lezen met de je ook in een zin. Ik ga je het letterfilmpje laten zien en probeer zoveel mogelijk woorden te onthouden. Vandaag gaan we het hebben over de je. Daar is de juf. Vandaag is de juf jarig. En kijk eens wat ze heeft gekregen. Een nieuwe jas. En een nieuwe jurk. En van haar man heeft ze een joekel van een juweel gekregen. Allemaal dingen met de juf. Hé, wat heb jij daar? Een jojo. Dat kun je goed. In jojo zit twee keer de juf. Dat is jammer. Je mag van de juf niet spelen in de klas. Dat is niet eerlijk. Het is toch jouw jojo? Volgens mij wil de juf gewoon zelf met de jojo spelen. En weet je het klankgebaar nog die daarbij hoort? Die ging zo. Doe hem maar mee. Je mag nu gaan opnoemen welke woorden je allemaal hebt onthouden uit het filmpje. Woorden met een je. Zet de video maar even op pauze. Had je de je van juf en jarig, jas en jurk, joekel en juweel, jojo, jammer en jou? Heel goed. We gaan wat woorden zingen. Doe maar mee. Jas. Jurk. Jurk. Juf. Juf. Jou. Jou. Het leesboek. Vorige keer hadden we de uitnodiging gelezen van Flip. En eens even kijken wat ze nu gaan doen. Ik zie je met een boodschappentas en een mand. Dan gaat ze jas aandoen. Oh, heeft een hele kar vol. Dat is wel erg veel wat hij heeft gekocht. Nou, ik ben benieuwd waar het verhaal precies over gaat. Die gaan we straks lezen. Maar eerst wil ik je vragen. De zoekplaat hebben we gisteren gedaan. En vandaag mag je op zoek naar de woorden met de je en daar ga je dan een zin mee maken. Dus bijvoorbeeld, met een je was jarig. En dan zou ik een zin kunnen maken, Jip is vandaag jarig. Dat is dan mijn zin, daar heb ik zelfs twee woorden met een je in gedaan. Probeer met drie woorden met een je drie zinnen te maken. Dus kies een woord, maak een zin. En dan zoek je een volgend woord, maak je weer een zin. En een volgend woord, maak je weer een zin. En dan doe je de video weer aan. Zet
zetten hem nu maar even op pauze. Is het gelukt om 3 zinnen te maken? Misschien had je wel, dit is een mooie jurk. Of de kinderen zijn aan het judoën. Je had van alles kunnen verzinnen. Goed gedaan. Het rijtjesboek. Vandaag mag je hem gelijk meedoen. Dus lees maar mee. Jij. Jou. Kou. Nou. Nee. Snee. Jeuk. Deuk. Dak. Wak. Was. Jas. Jurk. Juf. Muf. Mug. Brug. Vlug. Klaar. Jaar. Jaap. Jip. Kip. Kist. Mag de video even op pauze zetten en dan ga je alle woorden nog 2 keer zelf op je eigen tempo lezen. Heel goed geoefend. Ik heb 3 zinnen. Kijk goed naar deze zin. Welk woord heeft een je? Inderdaad, jas is met een je. De volgende zin, het woord met een je is jou. Ja, jou is met een je. De laatste. Helemaal vooraan, hè? Hier staat jij. We lezen de zinnen even rustig door. Flip doet zijn jas aan. Flip doet zijn jas aan. Ik ken jou. Ik ken jou. Jij koopt te veel. Jij koopt te veel. Tijd voor het leesboek. En die gaan we samen lezen. Doe maar mee. Te veel. Flip doet zijn jas aan. Ik haal meel, zegt hij. Daar bak ik taart van. En ik koop ook soep. Het tweede plaatje, daar zie ik Brom. Lees maar mee. Ik loop mee, zegt Brom. Ik ken jou. Jij koopt te veel. Dat is te duur voor ons. Oh jee, nou ik zie een hele kar vol. Zie je nou wel, zegt Brom, die kar zit veel te vol. Dit is niet voor 1 feest, maar voor 2 of 3. Dat is waar, zegt Flip blij. 1 ik bof feest is niks. Ik vier het 3 maal per jaar. Wat een leuk plan, Brom. Nou, wil die 3 keer een feestje geven? Je mag de tekst, de witte tekst, nog 1 keer zelf lezen. En daarna de blauwe tekst. Of je leest hem zelf. Of iemand leest hem voor, maar dan lees je met je vinger mee.
Zet de video maar even op pauze. Tijd voor het werkboek. Het werkboek ga je woorden maken. Bijvoorbeeld brug. En dan zet je ook een lijn naar het pijltje die erbij hoort. Ben je klaar? Dan doe je de volgende pagina en ga je heel goed lezen. Het moeten zinnen worden die passen bij de plaatjes. En hier, dit plaatje hoort bij deze zin. Dus ik ga ze invullen, de blauwe woorden. En dat doe ik als volgt. Flip doet zijn jurk aan. Nou, dat is niet zo. Flip doet zijn schoen aan. Dat klopt ook niet, hè? Flip doet zijn jas aan. En dat klopt. En dan zet ik er een cirkel omheen. Dat ga je met de volgende zinnen ook zo doen. Doe je normaal ook de twee sterpelopdrachten in de klas, dan doe je dat nu ook. Daar moet je het woord kiezen, maar hierbij moet je ook kiezen welk plaatje erbij hoort. Zet de video maar op pauze en maak je werkboek. Tijd voor het woorddoelboek. Het woorddoelboek gaan we eerst even samen lezen. Jas, jurk, vlek, schaar, juf. Nog een keer. Jas, jurk, vlek, schaar, juf. Dan pak je een papiertje en dan ga je de woorden opschrijven die horen bij de plaatjes. Dus je schrijft eerst jas op en daaronder jurk en zo verder. Zet de video maar op pauze en schrijf de 5 woorden onder elkaar op. Tijd om na te kijken. Kijk goed of je de woorden goed hebt geschreven, niet per ongeluk een verkeerde klank. Het belangrijkste is dat je goed nakijkt. Kijk het goed na. Als je klaar bent met nakijken, dan ga je tekenen wat je hebt geschreven. Dus hier heb je jas geschreven, dan teken je daarnaast een jas. 5 tekeningetjes. Zet hem daarna weer aan. Dus nu mag de video even op pauze. Heb je dit goed getekend, dan kan je even kijken. Had je een jas en een jurk en een vlek en een schaar en een juf? Heel goed gedaan, dan ben je klaar met je woorddoelboek. We gaan woorden zoeken bij de plaatjes. Ik ga een woord laten zien, lees het woord voor en wijs aan waar ik hem neer moet zetten. Hier staat de jas. Je mag daar. Dit is de juf, heel goed. De jurk. Het touw. De buurt. De zon. Lees even met me mee. De jurk. De jas. De juf, het touw, de buurt, de zon. Tijd om na te kijken. Als het goed is, had je brug was er al. Jas, zwaan, spin. De volgende, Joost, muts. Jurk en paars. De tweede bladzijde. De eerste zin hadden we al. De tweede is: ik loop met je mee, zegt Brom. Stop, Flip. Jij koopt te veel. Ik vier 3 maal per jaar feest. De volgende was: Jip viert feest in de klas. Die hadden we al. Hij wordt al 7 jaar
Krijgt Jip een jurk? Nee, Jip krijgt een pet van de juf. We hebben vandaag het verhaal gelezen van Flip, die een beetje te veel boodschappen deed voor één feestje. Ik ben nu wel heel erg benieuwd geworden naar het feest. Wie weet lezen we dat de volgende keer. En we hebben vandaag geoefend met woorden lezen met de letter J erin, ook in een zin. Goed gedaan en tot de volgende keer!